Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een veel aangevraagde video maken. Namelijk een mooi voorjaarstaartje. Ja, het blijft gewoon elke keer weer leuk. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen heel veel leuke voorjaarsbloemstukken aan. Dus druk eventjes op de abonneerknop. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Vandaag gaan we maken in een mooie roze tint. Maar zeg je van, ik wil het liever in een andere kleur bestellen. En dan kan het ook. We passen het zoveel mogelijk aan je wensen aan. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast kan je me daar ook volgen, want ik deel daar ook veel in het dagelijks leven. Dus als bloemist, dus dat wel. Veel bloemstukken, bloemen en inspiratie. Dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar volgen. Wie kan vandaag het bloemstuk op verschillende ondergronden maken? Waaronder deze mooie melamine schaal of bijvoorbeeld een houtschijf, ga ik straks laten zien. Maar daarvoor gaan we zorgen dat hij waterdicht is, het steekschuim. We vouwen dus het plastic omhoog en zetten het gewoon even vast met een plakbandje. Als het goed vast zit, kan je het overige plastic even afknippen en afsnijden. Daaromheen doen we wat mos. Werken we de zijkanten mooi mee weg. En dat werken we even af met een touwtje. Dan hoef je niet in het plastic te prikken, waardoor die waterdicht blijft. Als dat er mooi strak omheen zit, kan je nog even het bovenste even vastzetten met een krammetje. Dan lijkt het net even iets strakker. En dan kunnen we gaan beginnen met de snijbloemen. Je kan hem dus straks op een melamine schaal doen. Is heel erg leuk. Je kan hem ook op een houtschijf doen. Is ook heel erg leuk. Ieder wat wils. Misschien heb je zelf wel een mooie schaal. We gaan hem gemengd opsteken. Ik gebruik verschillende bloemetjes hiervoor. Waaronder trosroosjes, gipskruid, distel. En het leuke is dat je het mooi compact opsteekt. Dus je verdeelt de bloemetjes die je hebt in het stuk. Ik gebruik weer allemaal materialen die je goed kan laten drogen. Dus waar je lang plezier van hebt. Dat is natuurlijk leuk. We steken alles dus ook mooi compact in, want als je het laat drogen, dan krimpt het altijd iets. Zoals je ziet is het al mooi gevuld. Dan heb ik weer mooie gekleurde katjes. Die vonden jullie allemaal heel erg leuk. En die gaan we op een aparte manier in verwerken. Waardoor het taartje iets een specialer effect krijgt. We steken hem erin. Steken hem er mooi diep in weg. Zodat het stevigheid heeft. En dan zet je het uiteinde even vast met een krammetje. In het vorige stuk zag je dat we dat deden in een langwerpig stuk. Maar dat kan je dus ook mooi in ronde bloemstukjes maken. En zo creëer je diepte in het stuk. Ik heb twee verschillende kleuren.
waar nodig kan je even een extra krammetje erin zetten. Heel leuk speels effect. En wat ik natuurlijk ook echt bij voorjaar vind passen, zijn voorjaarsbolletjes. Die haal ik gewoon uit het potje en zet ik op een sorteerprikker. Dat doe ik voorzichtig. Ik haal het zand er even af. Dit kan je er ook altijd even afspoelen. En die steek ik erbij tussen. Geeft natuurlijk ook een heel leuk effect als het straks gaat bloeien. Die prik ik er dus bij tussen. Ja, en dan kan je hem dus op de gewenste ondergrond zetten wat je leuk vindt. Ik heb dan hier een melamina schaaltje. Heel erg mooi. Ik kan er nog wat steentjes omheen leggen. Of denk bijvoorbeeld aan een houten schijf. Past natuurlijk ook heel erg leuk bij. En wat natuurlijk ook leuk is, om er wat vlindertjes aan toe te voegen, kan je de kat insteken of lang, wat je zelf leuk vindt. Je kan het ook op de katjes doen. Je kan het ook aan de zijkant doen. Is ook leuk. Echt voor je. Hij matcht helemaal met mijn outfit. Maar ik vind hem echt super leuk geworden. Romantisch, voorjaar. Je kan er eigenlijk zoveel in doen als je zelf wil. Maar het wordt op deze manier op te bouwen. Heb je toch een apart bloementaartje. Kijk hoe mooi. En je kan hem natuurlijk op elke ondergrond neerzetten wat jij leuk vindt. De houten ondergrond. Melamine schaal is ook echt wel heel erg mooi. Omdat je natuurlijk het donkere met de felle kleurtjes. Dus je kan er alle kanten mee op. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijbloemist.nl. We zenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Wil je liever een andere kleur ontvangen? Dan kan je dat ook aangeven. Dus voor ieder wat wils. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doeg!